Zo'n 400 jaar geleden trok Don Quixote door de Toscaanse heuvels. Turend door de ochtendnevels meent de ridder zo'n 30 reuzen te zien met hun armen in de lucht. Hij stormt met zijn paard op een van hen af. De wieken van de molentjes bewegen en Don Quixote loopt fikse klappen op. We hebben er het spreekwoord tegen windmolens vechten aan overgehouden. Het betekent zoiets als het bestrijden van gevaren die er niet echt zijn. In 2021 staat dit spreekwoord in een hele andere context. Die liefelijke Toscaanse windmolentjes zijn windturbines van 240 meter hoog. En de betekenis van het spreekwoord gaat helaas niet meer op. Het zijn nu risico's die er echt zijn. Energiebesparing en verduurzaming is een kernopdracht, maar zulke grote windturbines in en om Veenendaal, dat is onverantwoord. We kunnen niet van de wind leven. Daarom spant de SGP zich in voor een economisch vitaal Veenendaal. En dat gaat goed, ondanks de crisis. En kan zonder een koopzondag. Het is nodig dat we scherp aan de wind zeilen en verantwoord omgaan met onze middelen. We zijn tevreden met de geleverde inspanningen binnen het sociaal domein. Zorg en ondersteuning van onze burgers staat inmiddels stevig. Dat heeft rust gebracht. Door alle inspanningen is de algemene reserve weer boven onze ondergrens van 16,5 miljoen. Grote investeringen, bijvoorbeeld de plannen voor een nieuw theater gefinancierd door de gemeente, passen daar niet in. Elk toegangskaartje kost ons als gemeenschap een fors bedrag, terwijl maar een heel klein percentage van de Veenendalers er gebruik van maakt. We zijn niet de culturele sponsor van onze regio. Een gezegde luidt, we moeten de wind niet door de hekken laten waaien. Kansen moeten worden benut. En dat gebeurt ook. Afstemming en samenwerking met onze buurgemeenten wordt steeds belangrijker. Dat blijkt ook. Kansen pakken is hard nodig om geen beheergemeente te worden. We hebben het economisch tij ondanks de crisis mee. De wind waait wat dat betreft uit de goede richting. Nu zorgen dat die wind niet door de spijlen van het hek, maar vol in de zeilen blaast. De wind waait waarheen hij wil. Dat is een uitspraak uit de Bijbel. En als we nadenken over wind, een windhoos of een orkaan, dan worden we klein en ervaren we onze kwetsbaarheid. Dat maakt ons afhankelijk van de Heere onze God. In afhankelijkheid van Hem wil de SGP-fractie ook de komende periode in. Daarbij wensen we iedereen die zich inspant voor Veenendaal God zegen toe.